In de vondelingenschuif van de VZW Moeders voor Moeders in Porgerhout werd in april opnieuw een kindje te vondeling gelegd. Het gaat over een meisje dat nog geen dag oud was. Volgens Fons Duchateau, de voorzitter van het Antwerpse OCMW, bleek uit de verzorging van de navelstreng dat het kindje niet met medische hulp ter wereld was gekomen. Het meisje kreeg voorlopig de naam Louise Marie en heeft intussen al een pleeggezin. Louise Marie is de 8e vondeling die sinds de start van de vondelingenschuif in 2000 daar achtergelaten wordt.